Je morgen. Nou, ik zit weer in de zonnebank. Bontjoek is hier. We gaan kijken wat we vandaag gaan doen. Ik denk dat ik weer ergens ga eten straks, maar ik weet nog niet wat ik ga eten. Zie je. Ik heb geen zin in noedels, dus we gaan zien. Vlees. Maar ik ga daar vlees, macaroni en zo in doen en zo. Dat is groentevrij. Want ik krijg opeens, als ik nu veel noedels eet, krijg ik opeens heel veel last van mijn buik. En ik wil eigenlijk het liefste willen afvallen. Dus we gaan kijken als het gaat werken. Want ja, het begon heel mooi worden. Maar ik weet niet of het gaat lukken, maar ik denk het wel. Ik ga gewoon positief op blijven en zo. Dus we gaan kijken wat het over een paar maanden gaat zeggen. Als ik dit elke dag ga eten. Misschien is het wel goed. Zie je het wel. Doei. Ik heb er vlees. En dan doe je gewoon twee handscheppen eigenlijk soort van. De helft van de macaroni doe je eigenlijk in de vlees. Eigenlijk zit er ook een beetje rijstcake in. Maar dat zijn gewoon maar vier stukken of zo heb ik in gedaan. Ja, dan misschien is het wel lekker, dacht ik. Oké, dit is genoeg. Daarna doe ik sla, komkommer op. Zit er ook over bij. Dan doe ik gewoon alles erin. Zometeen gaan we alles ook nog roeren, maar ik leg het nu in wat ik erin doe. Daarna doe ik twee scheppen yoghurt erbij. Oké, dat heb ik ook gedaan. Oké, dat hebben we ook. Daarna doe ik een heel klein beetje nog curry erbij. Daarna doen we avocado erbij. Ik vind het wel heel mooi. Ik vraag me ook af hoe het gaat smaken. Gaat het lekker zijn? Want ja. Ik probeer een beetje natuurlijk te afvallen. Dus daarom ben ik aan het proberen wat lekker is en zo. Want ik ben soms een beetje moeilijk te eten. Ik eet bijna. Kijk, ik vind alles moeilijk te eten en zo. Nou, ik ga nu alles proberen te roeren. Even kijken of het lukt. Ik denk dat er nog iets een beetje curry bij moet. Oh, oh. Dit gaat niet werken. Wacht. Proberen. Als het niet werkt, dan werkt het niet, maar tot nu werkt het wel op zich goed. Nog een heel klein beetje curry en dan is het klaar. Nog een keer, laatste keer roeren. Daarna gaan we proeven wat het gaat zeggen. Als het lekker gaat worden of dat het niet lekker wordt. Maar ik denk dat het wel lekker wordt weer. Dus even goed aan het roeren. Ik kan nog echt maar vier stuk van dit. Dus daarom doe ik gewoon een beetje in.
dat het meer crispy-achtig wordt. Nou. Oké, ik ga nu proeven. Een beetje anders van bij. Heel geweldig, maar ja. Tot nu wat ik gemaakt heb. Dus nu maken. Doei! Ik stuur de recept beneden wel op. Dus ik ga de vlog sluiten. Dus doe de lucky!